Hallo dames en heren, wat ongelooflijk fijn dat jullie kijken naar een nieuwe gamestream. Vandaag spelen we weer Wavebreak, maar vandaag matchmaking multiplayer. Laten we kijken hoe dat eruit ziet. Het is de bedoeling dat je elkaar van je bootje afschiet, geld pakt om nieuwe guns te kopen en zoveel mogelijk kills halen, net als bij Call of Duty, maar dan op een bootje. En je moet tussendoor ook nog tricks doen zoals bij Tony Hawk. There we go. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Of zo. Maar dan... Ja. In een boot. Nou. Gruwelijk. Kom op. De jaren 80 muziek. Heerlijk, toch? Dan gaan we. Take down as many as you can. Oké, dan. Go. Waar zijn die anderen? Waar zijn die anderen? Boom! Later. Was er één. Was een baby met een speen. Woe! Even een trucje. Boom, moet je kijken wat ik kan. Hoppa! Stoer, hè? Oh, hier. Oh, shit. Ik wil die shotgun, toch? Hoppa, we zijn even hier. Ja, oh, een kippie. Heel belangrijk. Ik ben iets verder in de game, dus ik heb het rail balans al iets hoger gezet. Dat is heel gruwelijk, want dan kunnen we beter grinden. Zoals je ziet ben ik heel goed geworden al. Nee. Maar toch, oh my god. Dat is wel het irritant in de game. Er zijn wel veel hoekjes waar je vast kan komen te zitten. En dat is... Dus echt niet chill. Oh, dat was echt fucking sick. Kijk. Hoppa. Oh, dat schiet helemaal scheef natuurlijk. Die gast zit daarboven. We gaan hem even poppen onder het krein, dan lukt ons dat. Moet je niet aan de verkeerde kant op varen, hoor. Echt. Yes. Oh, ik wil die shotgun toch? Een kippie. 50 HP erbij, dan... Give me the Uzi, give me the Uzi. We gaan hier even op om die Uzi te pakken. Oh, hier kan ik niet doorheen. Oh my god. We zien hoe moeilijk het is. En tricks doen en schieten toch? Give me my boat back. Yes. Dan moet ik wel die money pakken. Volgens mij. Oh, dat heb ik net ook niet gedaan. Ik was alleen maar uit op die killings. No! Oké, okay, kill bij de computer. Ik zit tegen 3 computergastjes dus blijkbaar. Omdat het niet ging... Omdat de matchmaking... Ja, er zijn dus te weinig mensen denk ik online. In ieder geval in Europa.
of Nederland. Ik weet niet waar die op zoekt. Hopelijk niet ook Amerika. Die gast is er bijna aan. Kom op. No! How is it possible? Nou, ik heb tot nu toe wel de meeste kills. 3. Hey, hoe kan die ene gast dan 1 kill hebben? Ik ben toch 2 keer gekilled? Yes, ik heb een beetje geld verdiend in mijn pocket en ik ben heel blij. Een beetje money om nieuwe dingen te kopen. Daar was ik al op aan het hopen. Nou oké, echt vreselijk. Sorry voor de zang. Soms word ik heel blij en dan ga ik gelijk zingen. Nou, zet hieronder mij in de comments of ik daarmee moet stoppen. Want het kan natuurlijk echt mega annoying zijn. Daar gaan we. Ik laat jullie even zien wat ik heb gehaald. Vorige keer. Nu bijvoorbeeld het beertje. En je krijgt op het begin dit t-shirt. Ik heb dit prachtige blouseje gekocht. Oftewel een overhemd. Want een blouse is volgens mij voor vrouwen. Nou. En je kan een zonnebril. Zonnebril of zonnebril. Wauw. En we doen een ander kleurtje. Nou, dit ziet er wel sick uit, maar dat zie je niet zo goed op het water. Rood is niet mooi. We nemen dit keer een zwart bootje met groen. Wauw. Wat mooi, hè? Nou. Daar gaan we. Ik probeer nog 1 keer even matchmaking. Als het te lang duurt, klik ik gelijk verder. Heerlijke koffie. Even wakker worden. Even gamen. Ik wilde gewoon even voor de deathmatch laten zien. Vorige keer had ik was natuurlijk de hele game aan het laten zien. Van dat je allemaal tricks kon doen, net als Tony Hawk en zo. Maar er zit dus ook een deathmatch versie in. Dat vind ik zo gaaf. Dat je dus ook kan varen en schieten tussendoor. Dat maakt het gewoon wat meer deathmatcheriger. En kijk, maar hoeveel je maximaal kan. Nee, je kan wel maximaal met 4 instellen. Daar gaan we. Deze hebben we net gehad. Pom, we gaan nu naar deze. Kijken hoeveel kills ik nu haal. Daar gaan we. Warm. Oh shit. Oh, die wil ik. Kimmy. Ah, het is gewoon een gun. Ik dacht het is een Uzi. Daar gaan we gewoon weer verder. Hoppa. Geld pakken, tot. Geld pakken en verder. Oh mijn god, beland ik op de kop toch? Wow, shit. Wat ligt hier, dames en heren? Ik moet deze pakken. Ik heb hem. Verstoppen achter de bosjes, altijd fijn. Nou. Holy shit. Dat is echt heerlijk. Ta. Oké. Waar is mijn andere geld? Ik werd al helemaal een beetje gefrustreerd. Als je geld. Ken je dat? Als je geld wegdrijft. Als je gefrustreerd wordt.
Dat dacht ik. Woe, ja, Uzi. Uzi, alsjeblieft. Geef me die ding. Oh yeah. Kom op en geef me alsjeblieft een tegenstander nu. Oh ja, dat klonk zo goed, jongens. Bam, 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 bam. Volgende. Oh! Oh, haalt een shotgun. Zal de shotgun sterker zijn dan zijn Uzi? Het is toch niet normaal? Oh, kijk waar ik begin. M16. Maar ik heb geen geld. Dan kan je hem dus niet pakken. Jammer. Dat moet je leren accepteren. Oh, ik heb nog die Uzi. Ik heb nog die Uzi. Oh my god. Oh my god. Bitch. In air. Killed in air. Serieus, drijf dat fucking geldje eronder. En dat fucking geldje, ja. Dat horen jullie goed. Hier, Uzi. Shotgun. Kijk of je hiermee sneller die kill hebt. Wat is hier? Oh, geheime ruimte. Nou, heel leuk. We gaan er weer uit. Woe! Ik kan de uren zitten, maar ik had er nu alweer genoeg van. CPU, CPU, CPU. Daar gaan we. Bam! Ja, ja, in één keer, jongens. Als je raak schiet, heb je hem in één keer gewoon. Hier zitten er nog een paar. Fuck. Yes, yes. Hoeveel kills hebben we, jongens? 6. Oh ja. Are you fucking with me? Huh? You fucking with the big boss? Daar gaan we. Maar de tijd is op. Maar ik heb 6 kills gehaald. En ik heb jullie alles laten zien. De Uzi. De AK-47. En de shotgun. En dat je dus eerst geld moet pakken om die guns te pakken. Ook als je dood bent, behoud je dezelfde gun. Dat is echt wel fucking sick. We doen tussendoor even browse players. Zoeken naar andere spelers. Om het leed mee te delen. Ik ben een van die velen. Die alleen maar willen schieten. En hun money en guns niet willen delen. Oh. Even rustig worden bij de muziek, jongens. Is dit gay of gangster? Dat is altijd de vraag bij de jaren 80 trouwens. Voelt altijd wel goed om de party leader te zijn, vooral als er helemaal geen fuck gebeurt. We gaan gewoon nog een keer, wat is dit? Time attack. En dan? Nou, we gaan kijken wat het doet. Time attack, we hebben deze gehad. Nu gaan we deze doen.
Oké, daar gaan we. Go, time attack. Wat moet ik eigenlijk doen? Ik heb helemaal niet... Ik denk wie de beste tricks doet of zo. Sorry man. Dat was mijn maat. Oh nee, val ik in mijn hoofd. Dit is wel een sick level. Heel clean. Ja, ja, dit gaat om de aantal tricks. Hoewel er ook iemand op mijn schieten was. Fucking niet chill. Kom maar terug, die pak ik ook terug. Motherfucker. Zo. Hoppa. Nee. Oh, dat was ook altijd zo bij Tony Hawk. Hè. Dan had je bijvoorbeeld een dikke combo. En dan viel je. Fuck. Ben je mij negeren, vriend? Oh, ontploft alleen. Oké, je krijgt daar dus geen punten voor extra. Dus ik moet wel even inhalen hoor. Iedereen heeft dikke punten. Ik sta onderaan dit keer. Relax staat er. Oh, je drukt wel heel veel knopjes tegelijk, ja. Dat is misschien. No! Kom op. Nee! Ik sta helemaal onderaan. Wie heeft mij dit aangedaan? Moet ik een rematch? Ja, misschien wel. Ga ik het halen? Nou, we zien wel. Oké, even kijken. Gaat hij weer online zoeken, hè? We weten dat dat gewoon even niet kan. De game is zo nieuw. Dat er gewoon nog niemand online is. Nou. En dan doen we nog even de High Tide Hotel. Nee, het begint al. Kut. Holy shit, wat gebeurt er allemaal? Nee, jongen. Echt. Fuck. Wow, ik kon er niet op krijnen daarna. Dat is wel raar. Weird. De computer, jongen. Die heeft al gewoon 72.000. En ik heb 2.000. Dat is echt ziek. Dat is niet normaal, jongen. Ik weet ook niet hoe. Ja, omdat ik ook gewoon 1000 keer op mijn bek ga. Dat is eigenlijk ook wel logisch. Nou. Ik kon beter gewoon alleen de deathmatch aan jullie laten zien. En dan stoppen. Redt hij dat niet? Redt hij dat niet? Boat destroyed? Serieus. Serieus.
Nu ben ik helemaal klaar met jullie allemaal. Hoppa, zo. Kan ik even rustig varen. Ja, la, 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 la. Ik heb 5000 punten. Dat is echt tering weinig. We doen even een andere character. Waar willen we mee? Met de hobo. Oh, dit is zijn pakkie. Prachtig is het niet. Laat ik gelijk wel even de andere aan jullie zien. Deze met het prachtige hessie. En... en deze. Nou, zullen we maar even met deze gaan, jongens. Deathmatch. Even hier die deathmatch. Jongens, vinden jullie dit een vette video en jullie willen meer video's zien? Doe even duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En jullie zien de vetste games en de doopste gadgets die ik uittest. En de nieuwste games ook vooral. Allemaal op mijn kanaal. Binnenkort zal ik ook nog even wat nieuwe vlogs online plaatsen. We hebben bijvoorbeeld een nieuwe caravan gekocht. Daar ga ik ook een vette vlog over. Kom daar online. En nog een vette vlog over een camping waar we op stonden. Waar allemaal dope dingen te doen waren. Maar ja, dat is allemaal, komt allemaal nog online. Geef me die gun. Oh, die kan nog niet. Ik heb het geld hard nodig, jongen. Dat is wel kak. Dan heb je zelfs geen wapentje meer. Die kan ik hier weer halen. En dan gaan we snel terug. Hoppa, nou een shotgun. Daar kunnen we die wel even mee pakken. Hello my friends. Boom. Next one. Next one please. Next one please. Next one, next one, next one please. Hello friends! Boom! Hey! Nee, hey, hoe kan dit waar zijn? Dat is nog niet normaal, hè? Laat in de comments hieronder even weten als jullie nog kijken wat voor game jullie graag zouden willen gestreamd zien. Voor een volgende game stream. Dan ga ik dat voor jullie testen. En dan weten jullie hoe een game eruit ziet. Hoe die speelt. Hoe een verhaallijn is. Of wat dan ook. Wat jullie willen weten, vraag het hieronder. Yes, nu kan ik deze. Huppa. Dat gaat toch wel lekker hoor met die AK-47. Wat is dit? Oh my god. Ik wist niet wat ik kreeg, maar het is een Uzi. Oh mijn god, wat gebeurt er? Money, money, money. 7 kills. Dat is geweldig. Mooi als afsluiter straks. 8 kills. Nog mooier om straks mee af te sluiten.
En we pakken een kippie, want ik heb me een beetje bezeerd van de kunstschoten van mijn irritante vrienden. En ja hoor, 9 kills. Zullen we de 10 nog halen? En we halen de 10 kills. Dit is sick. We gaan rustig verder varen met ons weaseltje. Onze weasel die doet het goed. Trouwens, je hebt volgens mij geen verschil in hoe de bepaalde characters, welke je kiest, hoe ze sturen. Daar zit geen verschil in qua beweging of hoe ze schieten. Maar vonden jullie deze video vet? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's. Laat weten welke volgende video jullie willen zien. En ik zou zeggen, rock on! Ik zie jullie bij de volgende GameStream. Peace!